In dit overzicht gaan we aan het gebouw een aantal ramen toevoegen. Het concept van de ramen of de window tool in ArchiCAD is bijna identiek aan het concept van de deuren. Als je gaat kijken, je hebt een heel gelijkaardige opbouw van het bibliotheekelement, want dat is het ook weer. Alleen de selectie van de beschikbare elementen verschilt. Die zijn specifiek geprogrammeerd om als ramen te functioneren. Je hebt in de gelinkte BE-bibliotheek een aantal basisramen. Meest courant is hier het enkelvoudig of het dubbelraam. Een aantal schuiframen die eventueel als schuifdeuren soms ook worden gebruikt. Weer een paar specifiekere vormen. Je hebt ook een aantal openingen. Openingen waar geen invulling is met de raam, maar wel een opening in de wand gemaakt wordt. En zelfs een aantal wat men noemt aanvullingen of extra's voor wanden, bijvoorbeeld een nis of een uitstulping. En die kan je even goed gebruiken als een element dat in een wand steekt, om bepaalde elementen te modelleren. Goed, we beginnen met een basisraam. We zullen een dubbelraam selecteren, R2, van twee opengaande delen, 16 voor bibliotheekversie 16. En een basisafmeting hoeven we hier niet onmiddellijk aan te passen. We kunnen weer kijken naar hoe ver het raam achter de wand wordt geplaatst. We zullen het terug op 10 zetten. Positie op 90 centimeter tegenover verdieping 0. Dan heb je hier een paar algemene settings. Misschien raam 180 breed maken. We kunnen dat dan hier nog aanpassen uiteraard. Op dezelfde manier de wandopening bepaald wordt. Eventueel vensterbank of dorpel of omkasting. Een dagkant, dus we gaan gewoon een rechte en dagkant gebruiken. We gaan een onderdorpel en een vensterbank voorzien. Hier heb je nog de optie om eventueel een bovenlicht of een onderlicht te activeren. Dus dat zit mee in de parametrisatie van dit ene object. We gaan ook zien of het gelijkmatig verdeeld wordt of in twee delen. Dan het raamkader zelf. Je ziet in de opbouw dat het eigenlijk de dimensionering volgt van een vrij gedetailleerd raam, maar afhankelijk van de weergaveschaal zal dit verschil al dan niet zichtbaar zijn in het grondplan. Dat zijn dan de afmetingen van de raamkaders, die hier allemaal gelijk gehouden worden. Als je een specifiek raam van een bepaalde fabrikant hebt, kan je die daarop baseren. Op dezelfde manier, invulling in een aantal regeltjes. Een draairaam of een draaikiepraam. Je ziet hier in de weergave, dan wordt dat ook daarin duidelijk gemaakt. Dus bijvoorbeeld één draairaam en één draaikiepraam. Dat zijn dan de weergave, de dagkant, zoals ook bij de deur, eigenlijk praktisch identiek. Bijzonder aan ramen, en daar komen ze dadelijk op terug, is de mogelijkheid dat een raam ook in een hoek kan aangesloten worden op een ander raam. Dan de bekisting of de dagkant, het schrijnwerk aan de binnenzijde van het raam, gaan we hier buiten beschouwing laten. Dan wel een onderdorpel voorzien. We kunnen hier bijvoorbeeld eens kijken naar een aluminiumdorpel, een aluminiumprofiel. Die steken over het algemeen niet uit aan de zijkant, die hoeft niet ingesneden te worden. Ik kan hier de afmetingen op geven van materiaal, zul je dan niet steenlijnsteen pakken. Dan pak je hier bijvoorbeeld metaal aluminium. De vensterbank, die kunnen eventueel beide zijden van het raam 2 cm laten uitsteken. Dan kun je nog afmeten in de dikte van de vensterbank, hoe ver die uitsteekt. Dan kan je materiaal geven, bijvoorbeeld een steen. Eventueel kan je nog ook een nis voorzien bij de borstwering. Dat is ook een eigenschap die bij het raam hoort. Zonwering, rolluik, eventueel rolluiken of bepaalde schuivende panelen. Een rollaag en dan de parameters. Dus eigenlijk dezelfde opbouw, dezelfde structuur. We gaan het raam grotendeels configureren. Controleren dat we hier position exterior, dat het model inderdaad juist geconfigureerd is. Je kan ook bijkomende informatie meegeven, maar dat is eigenlijk het belangrijkste.
Het raam plaatsen we even goed op dezelfde manier als we een deur plaatsen. Bijvoorbeeld hier in de voorgevel, klikken op de wand, duiden de zijden aan en dan binnen of buiten, duiden de buitenkant aan. Dan zie je dat in grondplan het raam eigenlijk al vrij correct geplaatst is. Dat is een weergave op een weergaafschaal een honderdste. Als we hier naar bijvoorbeeld een vijftigste gaan, zie je dat er veel meer detail getoond wordt, zonder dat je iets bijkomend moet tekenen of modelleren. Dus dat is het grote voordeel van een parametrische objectbeschrijving van ramen en deuren. De positie van het raam, ik kan bijvoorbeeld zeggen ten opzichte van die wand, Alt-Shift, en dan zetten we bijvoorbeeld dat het op 150 centimeter staat, en dat het raam zelf misschien hier op 210. Ja, afhankelijk van welke kant je geklikt hebt, kan het dus goed zijn dat je net de verkeerde kant opschuift. Een beetje een eigenaardigheid is, je kan een raam gaan spiegelen en dan is het hier niet duidelijk of het nu over de linker of over de rechterzijde gaat. Dus dat is soms een beetje zoeken of een beetje proberen. Goed. Eens kijken in het 3D-venster. En je ziet zowel de weergave in plan symbolisch is, krijg je toch direct een volledig driedimensionaal object, inclusief de dorpel, inclusief al het schrijnwerk. En ook ja, het feit dat er een opening gemaakt wordt in de wand. We gaan datzelfde raam overnemen, dus we drukken de Alt-knop in of we gebruiken het pipetje. Option C zou ook nog kunnen, als je dat kan onthouden. En dan kunnen we een nieuw raam tekenen met exact dezelfde settings. Dus we gaan bijvoorbeeld hier tegenover de hoek, raam aan die zijde, aan de buitenzijde klikken. En dit raam gaan we wat verder verlengen. Bijvoorbeeld tot hier in de hoek. En we gaan een gelijkaardig raam zetten aan de zijde. We zouden eigenlijk hier een raam aan de binnenhoek willen plaatsen. In dit specifieke ontwerp is dat weinig zinvol als er die muur tussen staat. Dus misschien kunnen we zeggen dat de gang naar de leefruimte open is. Misschien meer betekenis. In die zin, het is allemaal niet definitief wat je modelleert. Goed, als dit raam een hoek moet oplossen, dan moeten we het raam wel wat specifieker gaan configureren. Dat gaan we terug doen via de settings. Instellingen raam. Hoekaansluiting. Dan kan je kiezen voor de linker of de rechterzijde op aangepaste hoekaansluiting. Of het nu links is of rechts, dat is niet altijd even duidelijk. Al naar gelang hoe het geplaatst is, we zullen eens links zetten en het was dus uiteraard rechts. Maakt niet uit, dan passen we het aan. De hoek is 90 graden. Hij kan eventueel zorgen dat die aansluiting afhankelijk wordt van de dikte van de wand. En je kan kiezen of er eventueel een hoekkolom geplaatst wordt of niet, en dan kan je die nog gaan configureren. Het is natuurlijk wel essentieel dat je dat dan voor twee hoekramen op dezelfde manier. Goed, nu is het anders geplaatst. Nu, in dit geval moet je goed opletten, want dat is typisch bedoeld voor een buitenhoek. En die zitten we eigenlijk met een binnenhoek. Zien als we het op 270 zetten. Voilà, nu staat de hoek wel juist. En nu moeten we goed opletten, want je ziet die schuine afsnijding. We eigenlijk het raam zelf tot in de hoek laten doorlopen, zodat hij mooi tot in de hoek aansluit. Terwijl je hier nog altijd een mooie verbinding hebt, of je wilt dat er hier een stukje muur is, dat is een kwestie van hoe je ontwerp is uitgewerkt. We gaan hetzelfde raam overnemen en die andere wand plaatsen. Je kunt hetzelfde weer doen, het raam tot in de hoek gaan aansluiten en dan krijg je hier een mooie hoekverbinding. Als we gaan kijken in het 3D-model, je ziet het daar al door. Misschien interessant om ook eens te tonen hoe je in het 3D-venster kan navigeren, een beetje zoals in een game environment met de Explore-optie. Tot nu toe hebben we vooral de Orbit van de Shift ingedrukt, dit is de muisknop, als we tenminste geen object selecteren.
Maar als je door het model wil lopen, kan je hier gebruik maken van die Real-Time Explorer of 3D Explorer. Dan kan je met de pijltjes door het model lopen. Dan kan je eigenlijk gemakkelijker zien hoe het gebouw eruit ziet. Goed. Het raam is nu in de hoek correct geconfigureerd. En dan kunnen we dat op een andere manier op dezelfde andere kant op dezelfde manier doen. Je zou in principe het raam in één keer kunnen doortrekken, maar we gaan hiervoor opteren om eigenlijk in die wand twee ramen te plaatsen. En dan is het handig om eens te zien hoe ArchiCAD ons helpt om het midden van een wand te vinden. Op het moment dat je een element boven een element staat met de cursor, dan gaat ArchiCAD in bepaalde gevallen extra hulpmiddelen vinden. En dat vind je onder andere hier terug bij de Special Snap Constraint. Bijvoorbeeld het midden van een wand. Of bijvoorbeeld zeg ik wil een wand in 3 kunnen delen of een bepaald percentage of om de meter. Dan kan je configureren als dat aanstaat. En je bent bijvoorbeeld de raam aan het verplaatsen. Kan je hier misschien beter eerst op voorhand even boven de wand gaan staan, zodat dat punt aangegeven is. Zodat je zak tot het midden kan gaan. En dan zouden we het andere raam gewoon kunnen spiegelen. Dat kunnen we ook weer doen via het padpalet. We klikken op het element met de mirror optie. En we drukken ook nog op de Alt-toets. Zo dan zie je aan de cursor dat een plusje verschijnt dat er een kopie gemaakt wordt. Dan zegt ik spiegel rond het punt waarop nu ik klik. En dan wordt er hetzelfde raam volledig gespiegeld. Je ziet dat het direct in de hoek al mooi aansluit. Alleen hier in het midden krijgen we natuurlijk iets merkwaardigs, namelijk een stukje van de slag van die muur komt aan beide kanten voor. Dat heeft hier natuurlijk weinig zin. Dus we gaan het raam terug configureren bij de dagkant. Dus we hadden de hoek aan de rechterzijde. Wat blijft er dan over dat we aan de linkerzijde geen slag voorzien? Dan verdwijnt die. Hetzelfde kunnen we eigenlijk doen met het andere raam. Ook rechts, dagkant, geen gelijke afmetingen. Op 0 stellen. Als we dan terug naar het 3D-venster gaan. Dan zie je daar wel inderdaad. Door die dagkant aan beide kanten op 0 te zetten. De verbinding tussen beide elementen mooi is opgelost. Het andere raam kan eigenlijk op een analoge manier voorzien worden. We nemen de eigenschappen over van dat element. Plaatsen het in die muur. En de buitenzijde aan. Het blijkbaar weer gespiegeld. Dus met de optie Command M of Control M kunnen we het ook het element spiegelen. Klikken op het midden. En dan moeten we het alleen nog. Het was stond eigenlijk juist iets erop gezegd. Command D om het element te verplaatsen. Dat in de hoek ook perfect aansluit. Dus we hebben eigenlijk hier heel die hoek mooi opgelost met een aantal ramen die aan elkaar aansluiten. En op die manier kunnen we verder doen. Bijvoorbeeld het raam aan de achterzijde overnemen. In de achterwand plaatsen. Hier hebben we per ongeluk het raam verkeerd gezet. Namelijk met de dagkant aan de binnenzijde. Dat kunnen we oplossen wat misschien iets minder intuïtief is. Met de optie als je rechts klikt. Hier ook al die verplaatsingsopties als je zegt rotate. Het roteren van een raam wil eigenlijk zeggen de binnen- en buitenzijde van plaats veranderen. Dat is wat we hier kunnen gebruiken. Goed, nu dat raam aan de achtergevel, daar zouden we misschien liever een schuifdeur van maken. Eens kijken via de settings. Nu, je kan in ArchiCAD op elk moment een ander raam gaan selecteren. Maar elk bibliotheekelement heeft hier een aantal standaard settings ingesteld. Dus als je nu gewoon een ander raam zou selecteren, is het effectief wel een schuifdeur, maar al die settings die we er juist hebben gedaan, van dorpel en van onderkant en van dagkant, zijn we dan verloren. Dus we gaan even ongedaan maken. Doe. En een truc die gebruikt wordt, en dat is ook weer een kwestie van de juiste toetsen in te duwen, is Ctrl
Alt, in dit geval Command Alt of Mac. En we gaan dan klikken op het andere element. Dus nu wordt zoveel mogelijk van de settings van het vorige raam, die R216 wat ingesteld, overgeplaatst in dat nieuwe raam, dat schuifraam. Als je nu gaat kijken, dagkant is geconfigureerd, onderdorpel is geconfigureerd. Dus nu heb je raam, eigenlijk hetzelfde raam volledig vervangen door, dit schuifraam. Dat kunnen we dan wat groter maken. Bijvoorbeeld 300. Gaan we eens kijken aan de achterzijde van het gebouw. We kunnen terug de Explore-optie gebruiken. Dus je ziet dat je een schuifraam hebt. Ja, schuifraam zou wel interessant zijn dat dat tot op de grond komt. Dus we selecteren het element. En dan kijken we. Het is 150 centimeter hoog en het staat 90 centimeter van de grond. Dus we dat op 0 zetten. En dan hier op 240. Dan hebben we al veel beter schuifraam. We kunnen zo nog wel verder gaan verfijnen, maar ik denk dat het principe duidelijk is.